Jullie kijken naar een aardrijkskunde podcast van VWO 5, 6. En dit gaat over hoofdstuk 3 van Terra. Je ziet hier de paragrafen. En dit is paragraaf 3.1. Dat de aarde van binnenuit verandert. Oftewel, we hebben het hier over endogene processen. We gaan kijken naar hoe de aarde is opgebouwd. Wat de motor is van de platen die bewegen. We gaan kijken naar vulkanen, hoe ze ontstaan. Hetzelfde voor aardbevingen en wat voor soort gebergtes er zijn en hoe ze ontstaan. Er zit heel veel theorie omheen en er wordt heel veel uitgelegd in deze paragraaf. Het is ook een lange podcast, dus wellicht dat je hem een aantal keren wil bekijken. En ze al doende bijvoorbeeld aantekeningen wil maken, maar er staat wel aardig wat in wat belangrijk is voor je examen. Goed, we gaan eerst kijken naar een animatie van hoe de aarde eruit zag en hoe het eruit gaat zien. En het is echt even een soort van schatting, want het is voorspellen. En het is basis van de actualiteitsprincipe. En later komen we nog wel terug wat actualiteitsprincipe is. Je ziet hier Pangea wat net was ontstaan en waarna dus eigenlijk de continenten zoals ze er nu bij liggen, ontstaan. Je ziet Afrika vormen, je ziet India hier botsen. En dit is hoe het nu is. En als dat dus zo doorgaat, dan zal Australië uiteindelijk in Japan botsen. En zal het Middellandse Zeegebied verdwijnen. En zou je een hele andere wereld hebben. Hoe is de aarde opgebouwd? De aarde is opgebouwd uit verschillende lagen. We beginnen vanuit de kern, dus de binnenkern. Die is vast en van ijzer. Er zit heel veel warmte in opgeslagen. Ga je iets verder naar de buitenkant, dan heb je de buitenkern wat vloeibaar is. En van vast naar vloeibaar, vast vloeibaar is ongeveer wat je tegenkomt. En dat is de manier waarop de aarde zijn warmte dus kwijt kan. Vervolgens kom je dus in de aardmantel, dat is het tweede gedeelte, die bestaat uit de mesosfeer en de asthenosfeer, waarbij de mesosfeer vast is en de asthenosfeer plastisch, dus dat beweegt. En dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte waardoor de platen veranderen, omdat dat vloeibaar is, alleen vanuit de kern komt warmte. Vervolgens de aardkorst, waarbij de lithosfeer vastgesteend is en daar leven wij op. Dus je hebt de aardkorst, aardmantel en aardkern, allemaal bestaande uit verschillende delen. Dus wederom een filmpje wat laat zien hoe dan platen bewegen. Vanuit de kern ontstaat warmte. Die warmte wordt getransporteerd naar de buitenkant van de aarde. Dus richting de korst. En vanuit de mesosfeer wordt die warmte doorgevoerd richting de asthenosfeer. En die komt in beweging. En wat je nu ziet is wat in centimeters per jaar gebeurt. Dus het is versneld. Er ontstaat dus een nieuwe oceaanbodem. De platen drijven naar de buitenkant. Omdat die stroming ook naar de buitenkant gaat. En zo zie je dat het kan zijn dat continenten verplaatsen. Het kan dus ook zijn dat gedeeltes verdwijnen, want de aarde wordt niet groter, het verandert alleen. En dan zien we dit plaatje, de belangrijke theorie komt hier nu terug. Je hebt nieuw gesteente dat ontstaat daar waar de convectiestroming, en dat zijn die rode pijltjes, dat heet convectiestroming, waarbij die stroming uit elkaar gaat, gaan de platen dus ook uit elkaar. En daar waar de convectiestroming naar elkaar toe gaan, en dan schuift de zwaarste onder de lichtste. En vaak is de zwaarste de oudste of een oceanische plaat. Dan waar het uit elkaar gaat, noem je spreiding en er ontstaan oceanische ruggen. En daar waar de ene plaat onder de andere plaat schuift, ontstaat subductie. Nog een plaatje die het duidelijk probeert te maken. Daar waar platen door convectiestroom in de asthenosfeer uit elkaar gaan, ontstaat een nieuwe oceaanbodem. En dit noemen we een divergerende beweging. Je moet de begrippen wel leren en je leert ze natuurlijk ook, maar ze staan gewoon bij heel veel
vulkaanplaatjes in je atlas. Kijk bij Indonesië, daar staat uit wat divergent, transform en convergent betekent. Dus dat je zult het waarschijnlijk wel leren, maar check nog even dat je het niet door elkaar haalt, want dat zou zonde zijn. Dus daar uit elkaar ontstaat nieuwe oceaanbodem met oceanische ruggen. Maar aan de andere kant verdwijnt er ook gedeelte, want de oceaanbodem is zwaarder dan continentale bodem. Daar komen we zo op terug. Dus de ene schuift onder de ander door en dat is dus een subductiezone. Zoals ik al zei, je hebt twee soorten platen. Je hebt continentale platen en je hebt oceanische platen. En de oceanische platen en continentale platen bestaan uit verschillend gesteente. Oceanische platen bestaan uit basalt, en dat is een zwaarder gesteente. En graniet, ondanks dat het een gesteente is, is lichter. Er zit dus meer eigenlijk holle ruimtes in dan bij basalt. En het is dus ook zo dat ondanks dat bijvoorbeeld de continentale platen veel dikker zijn, daar waar wij op leven, het nog steeds lichter is dan de dunne oceanische platen. En dat kun je heel goed vergelijken met Mars en Snickers. Als je Mars en Snickers met elkaar laat botsen, dan fungeert de Mars als het ware als een wat lichtere plaat en de Snickers een wat hardere plaat. Denk ook aan de structuur. Snickers zit ook pinda's in, dus dat is massief. Dat is sterker, is ook zwaarder. Dus als die twee gaan botsen, dan zou het dus zo moeten zijn dat Mars, een continentale plaat, lichter is en dat de Snickers zwaarder is, oceanische plaat. En de Snickers zou dus onder de Mars moeten gaan. En bovenop de Mars, het continent, ontstaat vulkanisme. En dat zie je in gebergten. Nou kan de Snicker niet de mantel in, omdat je te maken hebt met een tafel, maar ik denk dat zo het principe wel duidelijk is. Nou, daar waar platen naar elkaar toe gaan, dus waar subductie ontstaat, ontstaat ook vulkanisme, omdat die ene plaat duikt de mantel in, dat smelt en de gassen die erbij vrijkomen, die bijvoorbeeld op de oceaanbodem lagen, die gaan mee naar boven en door eigenlijk het gesteente waar veel scheuren in zitten, omdat het in elkaar gedrukt is, komt magma weer naar boven. En dat zie je bijvoorbeeld hier bij de Nazca-plaat, die botst tegen de Zuid-Amerikaanse plaat, ontstaat subductie, dat gaat met centimeters per jaar, maar je ziet langs de gehele westkust zie je vulkanisme en dat loopt helemaal door tot aan Noord-Amerika, zoals de Rocky Mountains. Dus het hele gebied ondervindt subductie en platenbeweging. En dat zie je ook terug als je kijkt de atlaskaart, dan zie je heel duidelijk dat daar het gebergte ontstaat. Je hebt drie soorten platenbeweging. Je hebt convergent, dat is naar elkaar toe. Divergent is uit elkaar. En dan heb je nog transform. En transform is dat het langs elkaar heen gaat. En dan is hier een plaatje van een redelijk schematisch weergave van transformen breuk. Maar dat is natuurlijk niet altijd even recht. Dus terwijl platen langs elkaar schuiven, dan haken die aan elkaar vast en er wordt druk opgebouwd. En dat merk je niet. Gesteente buigt wel, maar wij merken dat in het dagelijks leven niet. Of je moet apparatuur hebben om dat te meten. Maar om die spanning op te heffen, heeft er natuurlijk iets bedacht en dat heet aardbeving. En na een aardbeving is die plaat dus weer gezetteld zoals het hoort. En dan kan het maar zo zijn dat het 20, 30 centimeter verschoven is. Hoe zwaarder deze verschuiving, dus des te zwaarder de beving, dan kijk je op de schaal van Richter. En dan kijk je van 1 tot, wat haast niet gevoeld wordt, tot 2, 3, soms 4, wat we bijvoorbeeld in Groningen ondervinden. Dat is trouwens op een andere manier, want dat is omdat er gas door de NAM wordt opgepompt als het ware en daardoor zakt de bodem en dat geeft ook een beving. Tot aan 8, 9, wat echt gevaarlijk is en waar mensen het leven laten en gebouwen instorten. We gaan nu kijken naar vulkanen. Vulkanen ontstaan dus ook vaak bij plaatranden, bij breuken.
daar waar platen uit elkaar gaan en daar waar platen naar elkaar toe gaan. En dat is nogal een verschil, want de ene vulkaan is explosief en de andere is effusief. Wat dus elkaars tegenpolen zijn. En dat hangt eigenlijk af van de uitbarsting, aantal factoren. Dat hangt van de dikte van het bedekkende gesteente. Dik gesteente zonder scheuren houdt de magma langer in de mantel. En als er dan druk wordt opgebouwd, als je een goed gesteente hebt wat alles tegenhoudt, dan kan zich jarenlang druk opbouwen. Maar als het dan bezwijkt, dan heb je een enorme uitbarsting. Terwijl als je een wat minder sterk gesteente hebt, dan zal de druk eerder te hoog zijn en eerder tot een uitbarsting leiden, maar die zal nooit zo zwaar zijn als dat heel lang heeft kunnen duren, die opbouw van druk. Maar het heeft ook te maken met de samenstelling van magma. Basalt is bijvoorbeeld als een oceaanbodem door subductie in de mantel gaat, is vloeibaarder dan als graniet smelt. En dus dat maakt ook uit voor de uitbarsting. Taai, dat is kleverig en dat gaat niet zo makkelijk door een vulkaan naar boven. Terwijl als het vloeibaar is en het stroomt er makkelijk uit, dan bouwt een vulkaan ook minder druk op. Geven de type vulkanen, effusief en explosief, heel vaak effusief daar waar platen uit elkaar gaan, want er wordt niet te druk opgebouwd. En explosief daar waar druk wordt opgebouwd door een subductiezone. Vaak effusief bij divergent, explosief bij convergent. Effusief, weinig druk door gasopbouw, vloeibaar magma en daardoor kan het heel ver het land instromen. Dus het wordt niet, of het moet heel oud zijn, maar niet een hele steile helling. Want het is juist dat magma heel makkelijk, tussen aanhalingstekens, over het hele landschap kan uitvloeien. Het is vloeibaar magma wat makkelijk stroomt, dus je krijgt een soort van schildvulkaan als je het van de bovenkant bekijkt. Vervolgens heb je een spleetvulkaan. Dat is daar waar spleten zijn tussen platen, vaak bij oceanische ruggen, waarbij makkelijk de magma omhoog kan. Dan kijken we naar explosief. Dit is bijvoorbeeld een stratovulkaan. Dit is de vulkaan die je eigenlijk in bepaalde films altijd tegenkomt. Er wordt veel druk op gebouwd. Het magma is taai. Het is vaak bij een subductiezone. En als het uitbarst, dan barst het uit met as, met grind, met van alles en nog wat. Zo'n pyroclastische stroom. En dat is heel schadelijk. Dat heeft ook snelheid van boven de 100 km per uur. Dus daar kun je niet tegen rennen. Terwijl bij deze vulkanen, als het magma, dus lava wordt en van de berg afstroomt, dan stroomt niet zo hard. Maar brokstukken die wegvliegen of gas wat door de lucht heen gaat, dat is wel gevaarlijk bij deze vulkaan. Tot slot heb je ook nog een caldera. En een caldera is een vulkaan die zo groot is dat na explosie de magmakamer helemaal leeg is. En als het ware stort dan die vulkaan helemaal in. Dus het gebied wat eronder zit is zo groot en leeg dat als het ware die hele vulkaan instort. Dus hier heb je explosief en effusief tegenover elkaar. Nou, waar komen ze voor? Bij divergerende platen zie je de eerste twee pijltjes links. Dan heb je stratovulkanen en daar waar platen uit elkaar gaan, waar ze dus divergeren, heb je schildvulkanen en spleetvulkanen. Stratovulkanen bij subductiezone, divergeren, heb je spleetvulkanen. Dan heb je nog caldera. Nou, die komen overal voor waar stratovulkanen voorkomen, maar voorbeeld bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied heb je een aantal caldera's. Dat zijn ingestorte vulkanen die zo op het eerste oog niet eens op een vulkaan lijken. Het zijn gewoon soms losse eilandjes. En dan heb je niet door dat je in een stratovulkaan zit. Tot slot hebben we nog de hotspots. Ik had het net over, als je goed geluisterd hebt, meestal komt het daarvoor. Maar een hotspot is weer anders.
Het is wel een explosieve uitbarsting, dus niet effusief, maar Hawaï is daar een voorbeeld van. Je hebt een warme plek in de mantel, hè, dus eigenlijk de hotspot. En die hotspot blijft op zijn plek, maar de plaat die verschuift elke keer verder. Dus wat krijg je bij dit kaartje rechtsonder? Dat de vulkaan die nu helemaal links zit en niet meer in de, onder de hotspot, dat die vroeger wel op de plek waar nu Hawaï zat. Dus Maui is nu een dode vulkaan als het ware, terwijl Hawaï dat daar nog veel uitbarstingen zijn. Maar over een tig jaren, 100.000 jaar, dan is Hawaï alweer verder en dan staat er... staat die hotspot daar nog steeds en ontstaat daar een nieuw eiland. Nou, wat dus bijvoorbeeld IJsland gevaarlijk maakt, is dat ze schildvulkanen hebben, maar ze hebben ook stratovulkanen, want onder IJsland is, ondanks dat het een divergerende plaatbeweging, hebben ze daar wel een hotspot. En dus kan het dus ook zijn dat daar explosieve vulkanen, vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Als die platen dan bewegen, dan krijg je dus verschillende gebergtes. Kijk, je kunt een vulkaan als een gebergte betitelen. Maar we kijken hier naar andere gebergtes, wat grotere gebergtes. Eerst plooiingsgebergte. En er zijn twee soorten. Dus bij subductie, wat ik net al zei, maar dan is een vulkaan daar een onderdeel van. Maar je hebt ook botsing van twee continenten. Kijk, hier zie je een foto van subductie. Dan gaat dus de Nazca-plaat gaat onder de Zuid-Amerikaanse plaat. Dan krijg je een trog voor de kust en dan krijg je het Andesgebergte met daarachter vulkanen. Maar je hebt dus ook bijvoorbeeld dat India botst tegen eigenlijk de Eurasiatische plaat aan. En daar is het Himalaya-gebergte van ontstaan. Daar is het zo dat je twee continentale platen hebt. Daar krijg je dus geen subductie, maar juist twee continenten die elkaar opheffen. En ontstaat dus een heel hoog gebergte. Denk aan Afrika, die nu botst richting Europa. Daar is, zijn de Alpen en de Pyreneeën zijn daar al de voorlopers van. Dus dat wordt nog meer. Dus straks als Afrika helemaal tegen Europa aan zit, heb je daar ook een heel hoog gebergte. Maar je hebt ook breukgebergtes. Dus dat is niet dat het in elkaar gedrukt wordt en omhoog komt, zoals bij een subductiezone of bij twee botsing. Botsende continenten. Maar je hebt ook, doordat constant die platen bewegen. Het kan best zijn dat aan de ene kant van de plaat een stroming richting het westen gaat en het andere, een convectiestroming richting het westen en de andere richting het oosten. En dan kan het zo zijn dat die breuken, dat er breuken ontstaan in zo'n plaat. En dat kan door opheffing, door daling ontstaan. En die losse stukken bewegen allemaal verschillend. En er staan horsten en er ontstaan slenken. Hier is een voorbeeld van. De plaat gaat uit elkaar als het ware, dat breekt. En je krijgt gebieden wat stijgen bij zee, wat stijgt en gebied wat daalt. Horst is hoog, slenk is laag. Denk maar aan alle plaatsen, vooral in regio Overijssel met al Eihorst, Staphorst enzovoort. Een horst bevindt zich altijd op een wat hoger gelegen gebied. En slenk is wat lager. Bekend voor ons in wat groter perspectief, dat zijn de Vogezen in Frankrijk en het Zwarte Woud in Duitsland, Frankrijk en de Rijn, wat er doorheen gaat. Dat zijn ook horsten en slenken, waarbij de slenk, de Rijn is, dat ligt lager. Dus de rivier stroomt mooi tussen het Zwarte Woud en de Vogezen in. Nou, dit alles wat we net hebben bekeken van die platentectoniek, dat is eigenlijk ontdekt door professor Alfred Wegener. En die heeft dat ontdekt, maar hij had eigenlijk moeite om het te bewijzen, terwijl we nu met satellietbeelden het heel makkelijk kunnen bewijzen dat platen bewegen. Maar hij heeft echt gekeken van, hey, volgens mij past Brazilië past in Afrika, maar nu, hoe kunnen we dat dan testen? Dus ze hebben volgens
bodemproeven gedaan en gekeken van welke lagen vind je in Brazilië langs de kust en welke vind je bijvoorbeeld bij Gabon of bij Nigeria. En dat blijkt dus gewoon dezelfde laag te zijn. Nou, uitgaande dat platen zo bewegen, dat ze gedaan hebben, dat ze dat ook in de toekomst gaan doen, dat is het actualiteitsprincipe. En dan heb je dus weer over het eerste plaatje wat ik liet zien, of eigenlijk animatie, dat continenten steeds veranderen van hun plek en dat dat doorgaat, dus ook in de toekomst. Maar dat is niet een wet, maar een principe. We nemen gewoon aan, omdat het zo was, zal het zo zijn. Totdat het tegendeel wordt bewezen natuurlijk. Maar dat is het actualiteitsprincipe. Dit zijn de leerdoelen. Hoe is de aarde opgebouwd? Wat is de motor van de beweging van de platen? Denk aan die convectiestroming, effusieve en explosieve vulkanen en dan het ontstaan van aardbevingen. Waar komen ze voor en wanneer? Dus met bewegende platen. En vervolgens aan het eind hebben we behandeld wat voor soort gebergtes er waren, dus plooiing- en breukgebergtes. Goed, dit is dus paragraaf 3.1 van de aarde verandert van binnenuit. Van andere paragrafen van hoofdstuk 3 zijn ook podcasts beschikbaar. Bekijk die en dan wil ik je succes wensen bij het leren.